De bus vertrekt. Doe je gordel om. Hou je vast. Wat is er aan de hand? Help! Wat was dat? Is iedereen veilig? Hm? Het lijkt erop dat we een kapotte bus hebben. Ik probeer het te repareren. Hm. Oh jongen, gaat het? Dat weet ik niet zeker. Dat was verschrikkelijk. Mijn spullen! Wat is dit? We hebben Hakkie Wakkie overreden. Nu koudt hij door de busbanden. Reese, wees niet zo freak. Het lijkt erop dat iemand zijn hoofd heeft gestoten. De dingen zijn erger dan ik had verwacht. We komen hier niet snel weg. Deze plek staat op zijn kop. Ik zal het repareren. Laten we eerst de kapotte stoelen weggooien. Ik ben zo terug. Dag. Deze band kan nog steeds van pas komen. Waar is deze ketting voor? Je zal het zo zien. De band verandert in een schommel. Is het niet leuk? Dat is het zeker. Wie heeft de band eraf gehaald? Zet hem meteen weer goed. De chauffeur heeft het druk. Een bus besturen is altijd mijn droom geweest. Piep, piep. Move. Het stuur viel eraf. Ik maak er een tafel van. Hoe ziet dat eruit? Goed gedaan. Mooi en veilig. Wat is dit? Een tafel? Ik heb het gemaakt. Goed zo. Ik heb een idee. Mijn rugzak zit vol met handige spullen. Een bar bijvoorbeeld. Ben je serieus? Ik zal een paar gewichten eraf halen. Begrijp je wat er aan de hand is? Nee. Wat begrijp je niet? Ik heb een ijzerzaag. Dus? Ik zal dingen uit elkaar zagen. Je doet het geweldig. Klaar. Ik neem aan dat je secondenlijm nodig hebt. Thanks a million. Meer lijm. En zo hebben we handige planken. Sky, je bent zo slim. Waar hebben we planken voor nodig? Voor het geval dat... Hey, wie heeft het licht uitgedaan? Ik denk dat ik de reden voor de storing heb gevonden. Wat is het volgende? Ik zal proberen het op te lossen. Oh, het licht is terug. Ben ik de enige die het warm heeft? Nee, dat hebben we allemaal. De airco staat uit. Ik zal het laten repareren. Er moeten ergens draden zijn. Het is zo heet. De mini-ventilator helpt niet. Misschien zit er iets in de koffer? Ja, een mechanische ventilator. Voelt zo goed. Goed zo, Reese. De batterij is leeg. Ik repareer het. Geef die draad maar. Hey, waar ga je heen? Ik heb het bijna gemaakt. Ik zal nu de draden aansluiten, ze vastplakken en het is klaar. Ga je gang. Oeps. Mijn haar. Geef het maar aan mij. Mijn perfecte kapsel. Het is verpest. Wat is dit? Ik doe het terug. De hitte is ondraaglijk. De zon is verblindend. Ik zou dit shirt uit moeten doen. En ik maak er een gordijn van. Veel beter. Waar is de zon? Hey. Ik ben aan het zonnebaden. Mijn kleurtje moet egaal zijn. Oké. Daar is hij. Ik heb overal naar die wieldop gezocht. Wat een puinhoop. Ik wilde gewoon een kleurtje krijgen. Ach, hoe durft hij? Hoe kan ik zelfs nu bruin worden? Wat als ik die twee draden verbind?
Het is zo koud. Oh. Sorry. Oh, dat moet iets nuttigs zijn. Wat vind je van mijn bril? Zo mooi. Ik heb een idee. De muren van de bus zouden versierd moeten zijn. Zwarte verf? Nee. Dit is perfect. Ries, aan de kant. Helemaal klaar. Wat vind je? Sky, je bent zo getalenteerd. Ik vraag me af of een knipperlicht goed of slecht is. Wat is dit? Een oud tijdschrift. Eens kijken. De oceaan en het strand. Ik wou dat ik daar was. Wil je naar het strand? Ik regel het wel. Een zwembad. Ik hou van zwembaden. We hebben dit zwembad nodig. Ik ga meer lucht halen. En nu is ons zwembad klaar. Wauw. Wacht even. Is dat busbekleding? Dat was het. Maar ik maak er een glijbaan van. Laten we kleuren toevoegen. Klaar. Het enige wat we hoeven te doen is het zwembad met water te vullen. Het strandfeest kan beginnen. Ik heb wat zand. Wat is hier aan de hand? Het zwembadfeest. Ik sterf van de dorst. Maar je hebt al het water in het zwembad gegoten? Wat dacht je? Ik leg de bekleding terug. Waarom ben je boos, man? Het zal wel. We doen al het water terug in de flessen. Uh-oh. Het is zo geweldig dat je hier een zwembad hebt. Ik moet toevallig douchen. Kom op. Hey, werkt niet. Ik ben moe. De zon gaat al onder. Ik moet in de bus slapen. Ik heb pruimenjam. Mijn grootmoeder heeft het zelf gemaakt. Er is genoeg voor iedereen. Bedankt. Ik kan het niet openen. Kun je helpen? Zo goed. Ik zal helpen. Bedankt voor de jam. Ruik naar thuis. Ik heb een idee. Deze pot is een geweldige zaklamp. Geweldig. Deze plek voelt nu gezellig aan. Ik vind het geweldig. Wat dacht je van een paar enge verhalen? Het was een donkere en stormachtige nacht. Heb je het koud of zo? Het wordt fris. Ik ben zo terug. Ik zal hem helpen. Hoe zit het met mij? Oeh, ik had haast. Waarom zou ik het shirt zo strak vastmaken? Wat ben jij aan het doen? Maak een vuurtje. Kom dichterbij. Het is hier erg warm. Ik heb een bord gemaakt van de planken. Nu worden we zeker gevonden. Oeps. Dus, het was een donkere en stormachtige nacht. En er was een eng huis, waar... Ik herinner me dat toen ik jong was, we ook enge verhalen vertelden. En marshmallows maakten het altijd spannender. Bedankt. Dus, op een dag reed onze bus op de rand van een klif. En plotseling gleed het wiel uit over een bananenschil en crashte de bus. Dit is verschrikkelijk. Oké, ik maakte een grapje. De bus reed over een bochtige weg. Iemand struikelde er plotseling over. En we vielen van een steile klif in de rivier. Dat is wat er gebeurde. Wat een ramp. Dit verhaal is de reden waarom alle marshmallows zijn verbrand. Wat was dat? We komen er snel achter. Hebbes, Giesel. Dit is veel lekkerder dan marshmallows. Dat klopt. Heerlijk. Lekker. Ik ben slaperig. Jongens, het is bedtijd. Ik zal het vuur uitdoen. Iets bruikbaars in de koffer zitten? Een tas? Niet goed. Oh, dank je. Ik zal de zak vullen met zand en erop slapen. Een touw? Niet goed. Een dekmantel? Nog niet. Dit zal van pas komen. Een lolly?
Lucky me! Deze haak houdt goed stand. De hangmat zal goed zijn. Wauw, een echte hangmat. Zo comfortabel. Ik heb een toverstaf gevonden. En een stel kussens. Nog een deken en tulle. Wauw! Ik ben een prinses. Wat magie. Poep, en ik slaap. Iedereen slaapt, maar ik heb de zak nog niet gevuld met zand. Slaap lekker hoor. Eindelijk. Nu kan ik ook slapen. Wat? Is het al ochtend? Hoe kan dat? Stomme emmer. Wat is er gebeurd? Waarom schreeuw je? Vuur? Ik heb niet genoeg geslapen. Goedemorgen allemaal. Ik ga de motor repareren. Ik hoop dat vandaag een geluksdag is. Ik ook. Tijd om tanden te poetsen. We hebben niet genoeg water. Ik zal alles regelen. Wie wint, mag eerst zijn tanden poetsen. Ik heb het opgelost. Dat is de slang die ik nodig heb. Nee, niet weer. Het water komt eraan. Kom hier, jongens. 1, 2, 3. Je hebt gewonnen. Water, ik kom eraan. Je bent mijn superheld. Waarom? Bedankt. Mijn beurt. Er is geen water meer. Het werkt allemaal weer. Iedereen ga zitten. We gaan weg. Wat heb je met het stuur gedaan? Heb je er een tafel van gemaakt? Hoe heb je dat bedacht? Ik zal het repareren. Doe je gordel om, we zijn onderweg. Volgende halte, de universiteit. We zijn er. Bedankt. Ik loop terug naar huis. Dag. Veel succes. Deze dag putte me uit. Hey. Hallo partner, zorg goed voor onze baby. Natuurlijk, fijne reis. Wat? Zoveel afval. Die vreselijke leerlingen hebben mijn bus in een vuilnisbak veranderd. Nee, geen snoep meer in mijn schoolbus. Geen enkele calorie zal langs me heen sluipen. Begrepen? Ik ben klaar om te verrassen. En mijn snoep is veilig verstopt. Een overwinningsdans. Onze bus is de beste. Als je erin zit, ben je gezegend. Geen snoep, cheerleader. Ga bij een ander team. Oh, Theo. Is dit boek goed? Hier, een zoete boekenlegger. Maar ik wil geen marshmallows. Wat? Doe het goed dicht. Geweldige voorraad. Dank je, maatje. Hoi, chauffeur. Ik ben een geweldig boek aan het lezen. Laat mijn hersenen werken. Hoi, wat denk je ervan? Hoe vaak kan Theo stiekem snoep langs de chauffeur smokkelen? Hoi, hier is mijn nieuwe boek. Laat eens kijken. Wat een interessante bladwijzer. Is dat chocolade of wat? Geen snoep in mijn bus. Vangen! Goed gedaan. Chauffeur, kom zaterdag naar onze wedstrijd. Haha, hij heeft de dropjes op mijn helm niet gezien. Ik wil ook in het snoepteam. Een bal is een prima verstopplek. Maar je kunt er niet echt mee gooien.
Wacht even, maatje. Zit je in het team? Ja, ik ga naar de training. Hou je vast. Ik heb vroeger in het team gespeeld. Geef de bal aan me door. Kom op. Niet verlegen zijn. Laten we spelen. Nee. Alsjeblieft. Oké. Hier is je bal. Stap maar in de bus. Aha. Mijn hapjes. Oh nee, ik heb dit spel verloren. Is dit drop? Wegwezen, het is niet van jou. Vriendje, zeg maar dag tegen je snoepje. En kom binnen. Oh, Polly. Kijk, daar is een reusachtige peperkoek. Komt recht op je af. Oh, ik moet dingen zien. Je bent een heel voorzichtige chauffeur. Ha, ik zal ook al liever een notitieboekje hebben. Boe! Oh, wacht even. Een worm! Een moordende worm valt me aan. Daar is hij. Ik heb hem te pakken. Kijk uit. Heb eens. Mijn plan is geniaal. Habba babba in plaats van een wiel. Snoep zal buiten de bus liggen, niet binnen. Hey, stop. Oh nee, ik zit weer in de problemen. Oeps. Meneer, het spijt me. Ik kon niet zien. Echt waar? Ik denk het niet. Oh, ik snap het al. Ik loop wel. Ha, je kunt de chauffeur niet misleiden. Wil je een goocheltruc zien? Kijk naar mijn stijlvolle chocoladerugzak. Ik wil hem ook. Het is van chocola. Nope, het is gewoon een rugzak. Oké, kom binnen. Wacht even, maatje. Draai je om. Wat is het? Nog een rugzak? Laat me eens wat beter kijken. Deze rugzak smaakt naar chips. Succes, Theo. Ga je stiekem een hele zak marshmallows mee naar binnen nemen? Langs hem heen? Easy peasy. Kijk en leer, Leo. Wat een zacht kussen. Hoi, Melanie. Zijn dat marshmallows of wat? Nee, het is gewoon mijn kussen. Nou, kom binnen. Hé, hey, wat is dat? Illegaal snoepgoed? Nee, gewoon een kussen. Oké. Hey Theo, wat zit er in je kussen? Mijn sap? Wees daar voorzichtig mee. Newbie, je hebt het verkeerde kussen gekozen. Wacht even, jongens. Is er illegaal snoep? Wat als ik het vind? Draai je om. Oké, kom binnen. Goedemiddag, meneer. Die doos is verdacht. Mag ik even kijken? Ik kan zien dat er iets in zit. Leeg? Wat? Precies, meneer. Mag ik naar binnen? Loser. Jongens, kijk eens wat ik naar binnen heb gesmokkeld. Maar er is hier niets. Maak de netbodem open. Voilà.
Wauw, dat is een heleboel snoep. Wat een geweldig idee. Hoi, hier is mijn vriendin. Kijk eens naar onze poptube-accessoires. Meisjes, dat is een geweldig idee. Kom binnen. Ik dacht ook aan iets. Wat heb je? Poptubes. Waarom zoveel? Laat me... Oh, nee! Omdat je geen snoep meer hebt, mag je binnenkomen. En dat bewaar ik. Wacht even, Einstein. Wat heb je? Snacks? Nee, het is alleen maar mijn meetkundehuiswerk. Ik probeer het probleem op te lossen. Dat is geweldig, nerd. Kom maar binnen. Wiskundeproblemen zijn veel te moeilijk. Pst, wil je wat snoep? Wauw, geweldig idee. Jongens, ben je snoep aan het verstoppen? Bedankt. Hé, er is nog één opdracht over en die is niet goed. Waar is al het snoep? Dame, wat is er met je aan de hand? Ik heb mijn hand bezeerd, dus ik heb snel gips gekregen. Een gips dat klinkt als chips? Ziet er gek uit. Het is vreemd. Maar er is hier niets. Je kunt binnenkomen. En hoe zit het met jou? Geen snoepjes? Kom binnen. Niets zal langs me heen sluipen. Geen enkele levende ziel met een snoepje. Ik ben altijd op mijn hoede. Hoi meisjes. Stil, hier is een snoepje. Heb je me niet herkend? Ik ben het, Theo. Ik draag een camouflage skittlemasker. Wauw. Mijn tractatie. Hey maatje, vergeet niet een commentaar achter te laten, je op ons kanaal te abonneren, op het duimpje omhoog te drukken en op het belletje te klikken.